Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, ook namens mij. En nou, een beetje een lekker hier. Nou ja, het gaat, maar het wordt vandaag vast beter. Ja, maar wie wilden jullie vandaag gaan bezoeken eigenlijk? Nou, heel bijzonder. Wij gaan vandaag Wolf interviewen. Wolf? Een echte wolf, maar dat is toch helemaal niet veilig voor de kinderen. En, jawel. Heer Wolf schijnt een echte heer te zijn, dus ik maak je nergens zorgen over. Ja, oh. Dat is wel jammer voor Solomon. Ja, hij is ziek. Oh. Ja. Maar Wolf is zijn lievelingssprookjesfiguur. Hij zal het wel heel jammer vinden dat ik nou niet kan zien. Lossen we op, hè. Wij vloggen alles, dus we zetten het op onze Insta. En speciaal voor Solomon is deze, de interview met Wolf dan. Ja. Oh, volgens mij is daar zijn leer. Nou, gaan we eens kijken. Wolf? Meneer Wolf? Hallo? Je moet iets harder roepen. Dag meneer Wolf! Dag heer Wolf! Ja, meneer Wolf. Oh, wacht even. Als jij vandaag eens eventjes die camera pakt, dan doe ik het interview wel. Want dat was niet zo'n succes. Dat is, moet je ophouden, hè? Ja. Broers, hè? Meneer Wolf! Meneer Wolf! Dag meneer Wolf! Meneer Wolf! Wij zijn de gebroeders Grimm, dat is Jacob. Ja. En dat is Willem. Ja. Wij zijn broodjesschrijvers en wij willen u heel graag interviewen. Waar is Carolien? Waar is Carolien als je dat nodig hebt? En wie zijn jullie? Wij zijn de gebroeders Grimm. Ja. Jacob, Willem. Meneer Wolf, wij willen u graag interviewen. Wij zijn sprookjesschrijvers en we maken een nieuw sprookjesboek. Ja, en ik film alles voor onze vlog. Vlog? Ja. Oh, vlog. Nou, daar ben ik natuurlijk wel voor in. Want ik ben natuurlijk wel het allerbelangrijkste sprookjesfiguur, hè? Ja, want het gaat wel allemaal om mij. Ja, want ik ben natuurlijk wel heel slim en intelligent, hè? We doen het even nog een keer, hè? Ik ben slim en... Ja, zie je wel, ja. Heel fijn, meneer Wolf, maar zou u tijd hebben voor een paar vragen? Tijd? Ja, een paar minuutjes, maar het duurt niet lang. Tijd? Ik heb helemaal geen tijd. Kijk eens. Mijn weekplanner, mijn agenda zit helemaal vol. Het ziet er al uit dat je natuurlijk een beetje druk heeft. Ja, ik heb het heel erg druk. Een beetje en... Een beetje? Okay. Moet je kijken. Hartstikke druk. Ik moet alles in de gaten houden. Hè? Want het leven van de Wolf gaat niet over rozen hoor. Net, kijk. Hè? Mijn agenda, ik heb het allemaal gesynchroniseerd in Google, want hè, zonder kun je tegenwoordig niet meer. Moedigheid. Moet ik allemaal in de gaten houden. Die gaat boodschappen doen. Hè? Om 10:00. Moet opletten. Even kijken of nog meer. Oh ja, feestje bij de Winkeltjes. Ook belangrijk. Ook in de gaten houden. Even kijken, Roodkapje. Moet ik ook in de gaten houden? Waar is Roodkapje? Jou spreek ik straks. En dat doet u allemaal alleen? Ja, dat doe ik allemaal alleen. Er zijn 7 biggetjes. Of 7 geitjes. Nou ja, eigenlijk 8 als je die moeder mee telt. Maar ja, die is oud en die is taai, dus die hoef ik niet. He? Dan heb je nog 3 biggetjes. Wel. Belangrijk, hè? Ja. 3 biggetjes. 1 Peter. Peter? Ja, dat is gewoon Peter en de Wolf. Dat is een Russisch sprookje met muziek en... Nou, die ken ik niet, maar daar moeten wij nog eventjes in duiken. Ja, ja, en maar 1 Wolf. Ja, dan snap ik wel dat het een beetje druk heeft, ja, meneer Wolf. Ja, nou, dus ik moet alles heel erg goed plannen, hè? Dus let op. Ja, dus. Let op. Ik doe het even hier, want anders dan heb je het hier erbij. Dus ik moet opletten wanneer moedigheid boodschappen gaan doen. Om 10:00. Nou, dat is zo meteen, dus ik moet al op gaan schieten.
Dan hebben we, even kijken. Oh ja, moet ik even kijken wanneer Rood Hapje naar oma gaat. Nou, dat is meestal... Rood Hapje. Wanneer ze vrij is van school, of als ze studiedag heeft. Moet ik ook allemaal in de gaten houden, eigenlijk in school. Even kijken, wat nog meer. Dan moet ik even kijken wanneer die hammetjes allemaal samen... De biggetjes. Samen thuis zijn. Want dat is ook heel belangrijk. En ik moet... Ik heb nog yoga, even kijken, ik had ook even yoga's gepland. Yoga. En ik moet mijn nagels laten doen. Ook yoga belangrijk. En je nagels laten doen? Ja, maar ook Wolf mag ook wel een beetje me-time hebben. Ja, ik geloof ook dat je een avond met Wolf hebt, zie ik hier schat. Ja, dat is wel heel erg leuk, want als het dan avond met Wolf is en jullie komen dan allemaal kijken, dan vertel ik hoe het echt allemaal is om mij te zijn. Ja, dat is echt heel leuk hoor. Ik ben daar ook een keer geweest. Dat is heel leuk. Ja. Nou, maar u heeft vast wel dus geen tijd nu om voor ons een paar vragen te beantwoorden. Nee, ik zeg dit, ik heb geen tijd. Want het is nu dinsdagochtend. Moedergeit gaat zo boodschappen doen. Dus ik moet zo meteen naar de geitjes toe. Oh, dat is dan wel heel erg jammer. Ja, en weet je, die jager die hangt er ook de hele tijd rond. Ook heel vervelend. Ik denk dat hij ook wel een broodje shawarma lust. Een broodje shawarma? Wat? Ja, nou ja, doe het verder niet toe. Ik moet nu echt gewoon gaan... Belangrijk. Ik moet nu echt gewoon gaan. Hè? Maar als jullie nou even contact nemen met Carolien, hè, dat is mijn assistent. Even kijken, ik heb hier een kaartje voor. Als jullie nou even contact opnemen met Carolien, die neemt jullie, kan jullie even meenemen. Over een week of twee, drie, hooguit zes, heb ik wel even tijd. Ja? Zes. Nou, ik moet gaan. Ja. Succes. Ik ben op zoek. Carolien! Carolien! Nou, Jacob. Wow. Dat was heftig. Ja, dat was zeker heftig. Ik denk dat we dan maar met Carolien contact moeten nemen. Wel jammer hoor, dat de Wolf niet kon bespreken. Dat is wel heel vervelend. Ja, nou ja, dan Carolien nog maar, hè. Ja, maar, ja,